Dames en heren, welkom bij Pelemaas TV. Een hele speciale uitzending waarin we bekend gaan maken wie de drie genomineerden zijn voor de titel Venrijnaar van het jaar 2013. U heeft daarvoor heel veel namen aangereikt en uit die lange lijst heeft de redactie drie kandidaten genomineerd. De eerste genomineerde is Marjan Klaasens. Zij runt samen met haar man een pluimveebedrijf in IJsselstein. Met een smoesje maken we een afspraak met Marjan. Diederik Nijenhuis, voorzitter van LRTB Venrij, zat ook in een complot. Nou, als iemand toch Venrijnaar van het jaar moet worden, dan is Marjan dat wel, denk ik. Want Marjan is een boegbeeld en een voorbeeld voor de hele agrarische sector. Ten eerste in het Venrijnse, maar wat mij betreft ook in het Limburgse. En zoals we het afgelopen jaar hebben mogen meemaken, voor heel Nederland. Want ze is niet voor niks agrarisch ondernemer 2013 geworden in Nederland. Die prijs hebben ze in eerste instantie natuurlijk verdiend omdat ze topondernemers zijn. Laat dat helder zijn. Die hebben in 28 jaar tijd een prachtig bedrijf opgebouwd. Een bedrijf wat een voorbeeld kan zijn, ook voor de hele sector. En daarnaast hebben ze hun bevlogenheid en hun passie getoond door dat ook met anderen te willen delen. En ik denk dat het goed is dat we als sector meer naar de samenleving gaan, nog meer naar de samenleving toe gaan met ons gezicht. En John en Marjan zeker, die zijn zich daarvan bewust en die maken ook van de gelegenheid gebruik om onze sector op een goede manier voor het voetlicht te brengen. Marjan is bevlogen als geen ander, zou ik gaan zeggen, enthousiast. En ze is ook bovendien heel erg betrokken bij de maatschappij. Behalve bij haar sector staat ze ook midden in de samenleving. En het feit dat ze bijdragers levert aan het zorghuis in IJsselstein en aan andere projecten die wij als mensen zouden moeten steunen, daar staat ze midden in. Dat is een verrassing, hè? Ja. Goh jongens, hebben een bril afgebracht. Ja, doe dat eens. We elkaar zo lang niet gezien. Dat doen, man. Ja. Nou, we hadden jou niet verwacht. Nee, dat weet ik. En dat is de verrassing des te groter. Ik mag jou een bos bloemen aanbieden. Ach. Maar naast die bos bloemen, en dat is misschien nogal aardiger, is het mijn eer om jou te mogen nomineren voor de titel Venrijnaar van het jaar. Ach, Diederik. Ja. Maar dat is namens Pelemaas, dit is namens Pelemaas. Ah, wij zijn er één gestonken. Je kan iets anders doen. Ja. Compleet overvallen. Ja. Nooit verwacht. Nog geen haar op mijn kop die daaraan gedacht had. We hebben, toen wij mee gingen doen aan de verkiezing agrarisch ondernemer, hebben we in eerste instantie gezegd, we gaan dat niet doen. We werden voorgedragen door de ABN AMRO en we hebben gezegd, dat gaan wij niet doen. We hebben een groot bedrijf, we gaan niet onze kop boven het maaiveld uitsteken. Al die publiciteit en zo, dat gaan we niet opzoeken. We durven het gewoon niet. En het is zeker ook namens Land en Tuinbouw natuurlijk, jullie zijn ware ambassadeurs voor onze sector. En, ja, je verdient het meer dan wie ook, denk ik, om een titel in de wacht te slepen dit jaar. Dus Pelemaas heeft gemoeid. Ja, maar we hebben al een titel. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Hebben. Dat is je gegund, hè, Marjan. Godziemijne, Diederik, jongen. Maar, Jezus, dat staat dan met een mond vol tanden. Ja, we hebben 28 jaar eigenlijk alleen maar hard gewerkt aan ons bedrijf. Aan de uitbreidingen, aan de vernieuwingen, met de tijd meegaan. En dan kom je in India en daar leer je mensen kennen die letterlijk en figuurlijk hun kop boven het maaiveld uit durven te steken door te zeggen waarom ze dingen veranderd willen hebben. En op dat moment hebben John en ik tegen elkaar gezegd, weet je wat, wij gaan het gewoon doen. Wij gaan meedoen met Agrarisch Ondernemer. We gaan alles laten zien en horen zoals wij het doen. We durven trots te zijn op onze sector, dat waren we al, maar we durven erover uit te komen. En we wilden de prijzengeld, als we iets zouden winnen, hadden we twee geweldige projecten uitgekozen. Het Zorghuis IJsselstein en het Kantari-project in India. En ja, we hebben het allemaal gewonnen. En we doen het gewoon goed in Nederland. En we hopen daar andere agrariërs in te inspireren om ook te durven te laten zien hoe je het doet op je bedrijf. Achter ieder bedrijf zit een geweldig verhaal. En je hoeft het eigenlijk alleen maar te vertellen. Marjan Klaasens is de eerste genomineerde voor de titel Venrijnaar van het jaar 2013. Vindt u dat zij de titel verdient? Ga dan naar de website venrijnaarvanhetjaar.nl en breng uw stem op haar uit. Petra van Duinhoven is de tweede genomineerde voor de titel Venrijnaar van het jaar 2013. Een bezige bij, altijd positief en vooral bekend als voorzitter van wijkplatform Brukske. Wim Beks van het wijkplatform vertelde haar het goede nieuws op de wintermarkt in Brukske. Petra is eigenlijk de eenvoud zelf.
Maar ze had een gruwelijk groot hart voor iemand anders en een geweldige inzet om ook eens iets voor iemand anders te doen. En je ziet het hier in die wijkhal hoe dat het allemaal weer rijlt en zeilt. En ja, we krijgen eigenlijk, als we kunnen, dan lukt het ook allemaal en ja, dat gaat prima samen. Ja, we hebben een geweldig wijkplatformteam dat heel goed met elkaar samenwerkt. En waar Petra een goede motivator is om de zaak lekker draaiende te houden en iedereen gemotiveerd te houden. Want dat is ook heel belangrijk om vrijwilligers die we hebben, om die ook gemotiveerd te houden. Dat die mensen ook allemaal bezig kunnen zijn en zijn ding kunnen doen. Ja. Naast het werkplatform is hij nog bezig in de politiek. Ze zit in de raad van Venray. En ze heeft normaal ook nog tijd om dan... toch ook nog een werk, een baan te hebben bij Dichterbij van 24 uur in de week. Dat doet ze er ook nog even bij. Dus ja, het is gewoon een duizendpoot. Maar het is wel onze duizendpoot. Ja. Petra, Pule Maas gaat jou voordragen als Venraynaar van het jaar. Oh god! Dat hebben we tussendoor ook nog even geregeld. Echt waar? Ja, dat is echt waar. Peter bedoogd? Dat zeggen we niet. Geheim. Kijk eens. Ik ben echt helemaal verrast en ik ben ook gewoon zo vereerd. Ik vind het bijna te veel eer. Ik weet niet zo goed hoe dat ik dat moet verwerken. Daar moet ik echt, over slapen, denk ik. Want ja, ik vind het zoveel veel eer dat het... Dat ik het bijna lastig vind, laat ik het zo maar zeggen. Ik ben wel heel erg blij, maar die eer dat moet zijn plekje krijgen. Wat een eer! Ja, proficiat. Ja, dankjewel, Wim. Ja, kom op. Geweldig, toch? Nou, echt, ik ben helemaal sprakeloos. Ja, prachtig. Ja. Hè? Ja. We hebben het hier in Broekske natuurlijk hartstikke druk gehad. Het MFC gaat binnenkort gebouwd worden, dus dat heeft een hele aanloop gekost. Daar zijn we gewoon hartstikke lang mee bezig geweest om te zorgen dat het allemaal een beetje vorm krijgt. En daarnaast heb je gewoon ook de gewone dingen die het wijkplatform zo doet en in andere clubjes waar je in zit, die gewoon ook iedere keer door moeten lopen waar je je mee bezig moet houden. En daarnaast hebben we de wijkhal verworven. Daar is ook de nodige tijd en energie in gaan zitten. Maar goed, het resultaat is er ook naar. Dus dat doet je dan ook weer goed. En als je ziet hoeveel mensen plezier hebben. Nou ja, dan is het dat ook. Hè. Dan daar doe je het voor. En dat geeft je dan ook een fijn gevoel. En daar teer je op en daar leef je op. Ja. We zijn even goed denken. 1992 zijn we begonnen. Toen zijn we een informeel clubje geweest in eerste instantie. Klankbordgroepje hebben we nog geheten en zo. Nou, toen is het wijkplatform geworden. En op een gegeven moment zijn we naar de notaris gegaan. Toen hebben we statuten gemaakt en zijn we formele stichting geworden. En daar ben ik allemaal bij betrokken geweest, ja. Ja, god, wat dat allemaal ook lang geleden is, hè. Vindt u dat Petra van Duinhoven Venraynaar van het jaar 2013 moet worden? Ga dan naar de website www.venraynaarvanhetjaar.nl en breng uw stem op haar uit. Tot slot de derde genomineerde voor de titel Venraynaar van het jaar. En dat is Karen van Dijk. Voor haar was 2013 een geweldig jaar. Zij is de grondslegster van het zorghuis in IJsselstein en dat kon in 2013 van start gaan. Willy Konings verraste haar in het zorghuis zelf natuurlijk. Er is een project in IJsselstein gerealiseerd, het zorghuis. En zonder het enerzijds het idee en de droom van toen drie dames, Annemarie, Marianne en Karin, was dit nooit tot stand gekomen. Dus het begint bij een droom en de doortastendheid, vasthoudendheid. En elke keer weer opvangen van tegenslagen en dan weer toch weer in gesprek gaan, mensen opzoeken. Dat heeft er toch in geresulteerd dat er nu een fantastisch zorghuis staat. En wat ik eigenlijk heel bijzonder vind, is met name de verbinding die het zorghuis heeft met het dorp. Het zorghuis is veel meer dan alleen maar een woning voor mensen die zorg behoeven, maar is ook
een symbool, vind ik, voor verbinding met het dorp. De jeugd die op een bepaalde manier bij de totstandkoming betrokken is geweest. Heel veel meegedaan heeft in de actie. Die nu ook ziet wat het is om mensen in een omgeving te hebben die ook zorg nodig hebben. Maar ik onderschat ook niet de economische factor van het zorg. Dag Karin! Dag Kelly! Is Annemarie daar nog niet? Nee. Ja, maar dan doen we toch even. Schoon maar Annemarie, dan hopen dat Annemarie daar eraan komt. Karin, ik heb een bos bloemen voor jou. En dat is niet zo. Dat is voor het feit dat hij namens de Pele Maas genomineerd ziet voor Veldrijn over Veldrijnaar van het jaar. Jezus, dat lende die. Alsjeblieft. Oh, oké, overvalt mij nou wel een beetje. Ja, dat was ook de bedoeling. Oh. Ja, zeer verrast. Ja. Dat had ik niet verwacht dus. Nee. Ja, in mei, of in juni hebben we de officiële opening gehad van het zorghuis. In mei zijn de deuren open gegaan. En als je dan kijkt hoe het nu gaat, ja, dat gaat perfect. Het is hartstikke mooi. Het loopt mooi vol. Dus de mensen zijn tevreden die hier wonen, de zorgprofessionals die hier werken, personeel. En ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb ook een keer genomineerd. Dat komt daar aan. Ja, ja. Ik heb die gevraagd in ieder geval, ja, als mooi. Veldrijnaar van het jaar. Ja. Ik heb het samen met Annemarie hebben dat samen opgezet, het initiatief genomen. Wij wilden graag iets voor in het dorp, voor mensen dat die hier konden blijven wonen in het dorp. De juiste mensen bij elkaar weten te vinden, hier vanuit het dorp. En dat is langzaamaan als een olievlek eigenlijk uit elkaar gegaan. En met de juiste mensen rondom ons heen hebben we dit project neer kunnen zetten. En het volhouden. Ja, we hebben moeilijke tijden gehad. Het was vaak twee stappen vooruit en een stap teruguit. En als we weer iets op touw hadden gezet en het kwam niet uit, zeg maar, of naar voren, dan... Ja, dan toch weer een andere weg inslaan om toch weer jouw doel te bereiken. Karen van Dijk is de derde genomineerde voor de titel Veldrijnaar van het jaar. Vindt u dat zij die titel verdient? Ga dan naar de website www.veldrijnaarvanhetjaar.nl en breng uw stem op haar uit. Stemmen op de drie genomineerden kan tot en met vrijdagmorgen 27 december 9 uur. Daarna brengt ook de jury haar stem uit. En op basis van uw stem als publiek en de stem van de jury wordt bepaald wie Veldrijnaar van het jaar 2013 wordt. Dat maken we bekend in een feestelijke uitzending op Oudejaarsavond. Namens het team van Pele Maas CV wens ik je hele fijne dagen en graag tot ziens op Oudejaarsavond.